Wij zijn Tilburg Cowboys en wij verzamelen koffie- en theekopjes in voor het wijkcentrum. Wij komen koffiekopjes en theekopjes verzamelen. En wij zijn Tilburg Cowboys, een sociaal kunstenaarscollectief. En wij zijn in de Kleuren- en de Kruidenbuurt om een verzameling koffie- en theekopjes aan te leggen. Wat een mooi kopje! Ja, mooi, hè? Ja, ik maar, had er wilt zes, maar dan heb ik er nog maar vijf. Dus dan geef ik er eentje af, dan heb ik er nog vier. Ja, wat we eigenlijk met dit project hopen te bereiken is dat mensen in de wijk elkaar op een andere manier leren kennen. En dat die eerste stap van even koffie drinken met elkaar eigenlijk nog makkelijker wordt door middel van elkaars oude kopje. Van elke mok of kopje wat gedoneerd wordt, maken we ook een filmpje van een soort laatste keer dat je de koffie uitdrinkt. En die filmpjes die komen straks op een scherm in een tafel in het wijkcentrum. Dus elke keer als je daar dan het juiste kopje neerzet, dan herkent die tafel het kopje en dan speelt hij ook het filmpje van dat kopje af. En zo kun je dus elke keer als je daar koffie of thee drinkt, weer een nieuwe kleur- en kruidenbuurtbewoner leren kennen. Goedemiddag. Mag ik een kopje thee? Welk kopje wilt u? Ik vind die. Deze? Dankjewel. Kruidenlaan. Kent iemand die? Ik ken wel een Beppe uit de Kruidenlaan, maar op dat ze daar is. Mooi sieraad. Wij zaten in de gelegenheid dat wij dit jaar kunstenaars mochten inzetten om te werken aan gewoon verbindingen in de wijk. Toen is onze keuze heel snel gevallen op de Tilburg Cowboys, omdat dat echt sociale ondernemers zijn. En we hebben koffie en thee drinken als middel gebruikt, want dat doet iedereen. Koffie en thee verbindt. Het voordeel van werken met kunstenaars is dat wij betere kwaliteit kunnen leveren in die wijken. En ik denk dat wij een meerwaarde zijn voor de kunstenaars, want dan blijft het geen los kunstproject, hè, dan blijft het geen los zand. Maar dan kun je ook echt later nog activiteiten rondom die kunst doen. Dus het is veel langer en veel duurzamer. Het is wel een idee om meer koffie en thee hier te gaan drinken. Dan weten we meer van de buurt. Ja. Dan komen we al achter. Ja.